We kunnen elkaar geen hand geven. En ik kan ook niet bij je langskomen. Daarom deze video. Ik ben Frank Weerwind, de burgemeester van Almere. Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Er is veel veranderd. Je gaat niet meer naar school en de kans is groot dat je ouders thuis werken. Ik ook, zoals je ziet. Dat is voor ons allemaal echt wel even wennen. En ik hoop dat het steeds makkelijker wordt om je schoolwerk goed op te pakken vanuit huis. Jullie leraren doen hier ook hun best voor. Ik kan me voorstellen dat deze situatie voor jou ook lastig of vervelend kan zijn. En misschien maak je je wel zorgen over corona. Wat als je het krijgt of als je opa of oma het krijgt? Praat hierover met je ouders of vrienden. Heel veel dingen zijn afgezegd, zoals sportwedstrijden of dansles. Je kunt ook niet meer naar de bioscoop en steeds meer winkels zijn dicht of minder lang open. Allemaal maatregelen die nodig zijn om het coronavirus langzamer te laten verspreiden en daardoor goed te bestrijden. We doen dit zodat er minder mensen ziek worden en de ziekenhuizen niet overvol raken. Daarom vraag ik je om je aan de regels te houden. Misschien lijkt het onschuldig, maar het kan echt gevaarlijk zijn om met een grote groep af te spreken op bijvoorbeeld een playground, op een andere plek of bij iemand thuis. Het virus verspreidt zich namelijk makkelijker in een grote groep. Let er goed op. Het is in het belang van ons allemaal. Wat kun je nog meer doen om het virus te vertragen? Hou voldoende afstand van elkaar. 1,5 meter. En bezoek geen mensen die extra kans hebben om ziek te worden, zoals oudere mensen. Je kunt natuurlijk wel op andere manieren contact hebben met elkaar. Bellen, facetimen, appen of elkaar op de hoogte houden via Instagram of Snapchat. Zo kan het natuurlijk ook. Maar dat weten jullie zelf veel beter dan ik. Of wat dacht je van een kaartje sturen? Bijvoorbeeld naar je opa en oma. Klinkt misschien heel ouderwets, maar veel oudere mensen die nu vaak binnen moeten blijven, worden daar heel blij van. Als we allemaal ons best doen, hoop ik dat we snel van het virus af zijn en dat alles weer normaal wordt. Ik wens je heel veel succes de komende tijd. En heb je een vraag aan mij, stel hem gerust. Je kunt me een e-mail sturen op onderstaand adres. Zet je naam, je leeftijd en je school erbij en ik beantwoord binnenkort in een nieuw filmpje de meest gestelde vragen. Tot gauw.